denk dat we het allemaal wel merken. Maar we leven in Nederland steeds meer langs elkaar. En dan kan het dus zomaar gebeuren dat je jaren later erachter komt dat jouw buurman of je buurmeisje echt al jaren in een probleem zit. Of andersom, dat je zelf worstelt. Al jaren. En niet goed kan rondkomen en dat je buren dat eigenlijk nooit geweten hebben. Die je misschien wel hadden kunnen helpen. En dat we elkaar eigenlijk dus niet meer zien staan in Nederland, dat... daar hebben we allemaal last van. Nou, op 8 juni hier in Rijswijk gaan we daar iets aan proberen te doen. Door een voedselbankactie te organiseren. En dat betekent eigenlijk dat... als je boodschappen komt doen bij de Plus Jonge Otter op 8 juni, dat je iets ook kan kopen voor een ander. En dat hoeft niet. Maar als het kan, is het heel fijn. En iedereen sowieso die komt, die krijgt een kaart. Suus en ik hebben een kaart gemaakt voor iedereen die boodschappen komt doen, of je nou iets wil schenken of niet, om mensen iets even mee te geven over het feit dat we elkaar soms even kwijtraken en dat het goed is om te herinneren dat we wel echt bruggen kunnen slaan. Nou, ik ga even die kaart laten zien. En op de achterkant staat een voedselbank gedicht. Suus en ik zijn er ook die dag. En ik hoop jullie daar te zien. En dat we de wereld een klein stukje mooier kunnen maken.